Mijn naam is Ted Duivenstein. We zijn hier op het bedrijf van Duivenstein Tomaten in Pijnakker. Nou, het bedrijf bestaat al veel langer. Wij hebben het overgenomen van mijn ouders. Ja, en mijn ouders hebben het ook weer overgenomen van zijn ouders, van mijn opa. Dus het is al heel lang in de familie. Nou, zo werden de tomaten getransporteerd. Ze werden geplukt in deze cultivator en naar voren gebracht. Nou, hier is een jongen bezig met oogsten. Dat is al 30 jaar geleden. Nou, ja, de laatste 20 jaar is er enorm veel veranderd. Aan de ene kant is de schaalvergroting heel erg veranderd. We zijn ook al 10 keer zo groot toen we begonnen. En dat gaat ook in de toekomst ook gewoon weer veel verder door. Maar ook de automatisering, de hele verduurzaming heeft enorm vlug toegenomen. Dus bijvoorbeeld, we verbruiken geen fossiele brandstoffen. En dat doen we door middel van aardwarmte. Die we hier op het bedrijf geboord hebben 10 jaar geleden. Nou, we hebben daar zoveel energie dat we sowieso deze 15 hectare kunnen verwarmen. Maar ook volgend jaar gaan we uitbreiden. En dan kunnen we naar 25, 30, 40 hectare kassen verwarmen. Ja, zeker klimaatsveranderingen hebben enorme impact ook op de voedselvoorziening. Maar ook voor ons bedrijf. En fossiele brandstoffen is niet meer zomaar vanzelfsprekend. En dat nadeel is dat je daar ook heel veel uitstoot van heeft. En dat is ook heel belangrijk, dat is met geothermie los je dat gewoon op. En dan zie je ook dat het maatschappelijk, ook in je omgeving, dat veel ook uit kan nutten. Doordat het ook wat terug kan geven aan de maatschappij. Op deze zonkant valt natuurlijk de zon. Daarom hebben we de zonnepanelen aan de kas gemonteerd. Dat is een dubbele functionaliteit om elektriciteit ook erbij op te wekken. En daarmee kunnen we de installaties ook laten draaien. We zitten nog wel met wat uitdagingen mee te maken. Ook het water uitdaging door die klimaatsveranderingen. Of een tekort aan water. Of een hele overvloed van water. Ja, het water hebben we wel nodig voor voedselproductie. Nou, in ieder geval al het water wat we hier opvangen op het karstdek wordt allemaal opgevangen en tijdelijk opgeslagen in de ondergrond. En dat conserveren we echt voor lange termijn. Het kan gewoon een jaar opslaan of een periode waar het echt droog is. Kunnen we dat weer mooi gebruiken. En in die groene tanks, daar zit het water, daar wordt het water opgevangen. Ja, om het water te injecteren in de ondergrond, op een meter of 15 tot 30 meter. Het probleem is dat we soms heel veel water hebben. En soms al een hele lange periode droogte. Ja. En dat moeten we met elkaar goed uitwisselen om een gelijkmatig patroon te hebben. Ja, onze wens is ook jaar rond productie door middel van slimme LED-verlichting. En dat we die verlichting zo kunnen instellen dat die plant optimaal groeit en optimale kwaliteit krijgt. En daar zit nog heel veel technologie achter. Ja, daar gaan we het komend jaar op investeren om 12 maanden gezond producten te kunnen leveren. Maar ook op de data's. Data is heel erg belangrijk om ook autonoom het proces goed te kunnen beheersen. En de robots gaan hier ook gewoon binnen 5 jaar rondrijden. Ja, die moeten natuurlijk aangestuurd worden met data. Ja. Dus een data-omgeving creëren, dat zijn ook een van de uitdagingen waar we over nadenken en mee bezig zijn. Ik denk dat de technologie zich veel sterker doorontwikkelt. Dat moet ook wel, omdat we groeien naar 9 miljard mensen. En op de huidige manier van voedselproductie hebben we gewoon 2 à 3 aardes nodig om ons voedsel te verbouwen. Ja. Dus aan de ene kant is de uitdaging om voedselverspilling heel erg beter te pakken. En ook de bewustzijn van mensen van over voedselverspilling. En tot we naar die reststroomwaardering steeds verder gaan ontwikkelen. De hele biobased economie die gaat enorm vlucht toenemen. Maar aan de andere kant ook de technologie. En dat we gewoon met minder ruimte meer voedsel kunnen produceren. Nou, het grootste probleem van die veranderingen is ook dat je de omgeving ook mee moet veranderen. En zelf kan je natuurlijk een hele mooie oplossing hebben op duurzaamheid. Maar als de wetgeving of de omstanders daar problemen mee hebben, die zullen dat tegenhouden. Dus uiteindelijk hebben we zo'n ecosysteem nodig om zo'n verandering met elkaar te kunnen doen. En als we dat duidelijk neer kunnen zetten, dan zijn we goed bezig. En dan zijn we ook voor de lange termijn bezig. Ook de problemen die we veroorzaakt hebben, gewoon oplossen.